Gefeliciteerd. Van harte feliciteren. Ja. Ja. Nou, we hebben er toch wat moois met elkaar van gemaakt. Hè? Ja, mooi bakje. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ja. We tevreden zijn met elkaar. Zeker, zeker. Uiteindelijk, zoals met zoveel dingen, het eindresultaat dat telt. En moet kijken wat hier voor prachtig staat, toch? Els Bakker is dolblij. Zij is een van de mensen die zich hebben ingezet voor behoud van het zwembad. Dat is heel erg belangrijk voor Terborg en voor Zilvolde, ook voor de regio sowieso. Als ik naar de sauna ga, dan heb ik inderdaad alleen de handdoek. Dan moeten zij nu met het badpakje hier binnen zitten. Ze zitten hier met zwemkleding in. En nu is er behalve een openluchtbad ook een binnenbad en extra luxe voorzieningen. Wat je daar ook ziet, dat is er sauna, stoombad en dergelijke. Dus een heel wellness gebeuren. Dus ja, nog mooier. Ik zeg al, de weg ernaartoe die was waarschijnlijk nogal wat hobbelig. Ja. Destijds was Els Bakker woedend op de wethouder. Hij wees het reddingsplan van de actiegroep toen af. Het liep allemaal niet zoals het er lopen moest. Nou, daar waren wij op dat moment zeker niet blij mee. Maar je moet ook alles zien in het vuur van het spel wat dan speelt. En volgens mij telt het eindresultaat. En daar is iedereen nu dik tevreden mee. Strijdbijl is begraven. We houden wel de vinger aan de pols.